grappig is, er zijn ook mensen op internet die ook zeggen van, het is vast een grap. We hebben zojuist om die verhalen de nek om te draaien hier achter ons onze eigen bus in de fik gestoken. Nee, we hebben een kwartier geleden onze bus aangetroffen hier in het schone Utrechtse plaatsje Groenekan. Bij autobedrijf Watkes staat daar dit. Dat is een overdak. Ding. De sad remains van onze bus. En we zijn er volgens mij allemaal een beetje zuur van. We troffen het gastenboek, een boek gemaakt door onze fans aan. Ah, het fanboek. Vier. Met een jongens, dit is een fanboek. Oh nee! Ja. Het zijn oude cd's van toen we nog Skip the Rush heten. In pakketvorm. Ik denk dat er zo'n 500 zijn gesmolten. Het ziet natuurlijk op zich wel grappig uit, maar we hebben toch heel wat met het ding meegemaakt. En je ziet het, de Duitser met zijn snor heeft zijn snor er een beetje afgefikt. Het is treurnis, ja. Ja, je wens was om hem nog in ieder geval één keer te zien. Zei je. Maar zo zie je het, jongens. If you just keep trying hard enough, sometimes your wishes come true. Eén woord? Het is geen één woord. Het is zo'n Duits bandje. Nur voor dem Kick, voor dem Augenblick, is onze bus op een vreugdevuur gereden. Een vreugdevuur.